Ik er allemaal uit. Ik heb een beetje schaduw nu. Wie ben jij? Ik ben René, ik ben de klasse leraar van... Camera eruit. Wie ben jij? Ik ben René. Ik ben de klasse leraar van groep 23. Oh, ja. En hoe is groep 23? Oh, het is een buikengroep. Daar kun je mee lezen, mee zingen, mee schrijven. Ik kan alles mee. Oh. Fijne groep. Ja. Zijn de leerlingen die opvallen? Ja. Zeker wel. Enkele leerlingen vallen bijzonder op, ja. Ik denk dan ook bijzonder aan Christel Quirijn. Ja. Christel Quirijn? Ja, heel sociaal, heel ook naar de groep toe, ook naar mij toe, dat ik zo zeggen. En wat is haar aandeel in het popproject? Ja, ze schrijft en ze zingt, laat ik zo zeggen. Ja. En dat is leuk? Dat is heel leuk. Ik heb het nummer gehoord, zeg maar. Ik ging helemaal op mijn dak. Ik bedoel... Volgens mij gaat groep 23 de eerste prijs winnen. En zo niet, dan zullen ze van me horen. Zo, en wat bedoel je daarmee? Nou, dat zal de organisatie van me horen. Is dat zo? Daar ben ik niet mee akkoord. Nee, natuurlijk niet. Nee. En wat denk je dan te gaan ondernemen? Op zich denk ik dat ik beslag ga leggen op die banden. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Dus dan ga je tot maatregelen? Ja, de organisatie van het popproject ga ik ter verantwoording roepen. Oh. En die moeten zich ten overstaan van het volledige volk op het podium aan verantwoorden. Is dat zo? Ja, dat is zo. Oh, en denk je dat dit de grote doorbraak wordt voor Christel? Ja, ik moet het wel zeggen. Ik heb ook andere groepjes gehoord, zeg maar. Die waren ook wel aardig op zich. Maar ik dacht dat Christel toch eigenlijk wel, verder de overheid stak. Ja. Is het nou zo dat alle andere groepen eigenlijk best wel kunnen uitscheiden met het popproject omdat Christel eraan komt? Wordt dit de grote doorbraak voor haar? Nou, ze moeten niet meer stoppen. Ik bedoel, ze moeten vinden, ook van zichzelf vinden, dat ze het behoorlijk hebben gedaan. Maar er is maar één die er bovenuit stikt, dat is groep 23 met Christel Quirijn. Ja, dat is gewoon appelsap met... Lieve Christel, als je nog een manager zoekt, dan ben ik je man.